Dag, lief klein mannetje van me. Hey, hallo, kom eens bij mama. Hey. Papa belde net al. Die zei dat jij zo heerlijk gevoetbald had. Dat jij en je vriendjes nou net verloren hadden, maar dat mama's kleine jongen wel 3 keer heeft gescoord. Wat goed zeg. Ja goed, kijk, je scoort 3 keer, maar je wint niet. En, ja goed, nogmaals, of ik ze nou maak of iemand anders. Ik had liever gestaan met de 3 punten en zelf niet gescoord. Denk ik. Nou, lieverd, hey. Verliezen kan toch een keertje. Mama is zo hartstikke trots dat de kleine jongen 3 keer kan scoren. Nee, goed, nogmaals wat ik zeg. Kijk, je scoort de 3. Maar ja, als hun dan vlak voor tijd die 4-3 maken, sta je toch al met lege handen. Kijk, je weet van tevoren dat hun dat balletje makkelijk rond laten gaan. En ja, goed, je mist zelf voor rust 1-2 kansen. En ik denk dat als je die maakt, dan heb je een hele andere wedstrijd. Dan smaakt die ranja aan de rust toch een stukje zoeter. Nu maak je het jezelf onnodig moeilijk. Hoewel de scheids, vader van Job, die ging geloof ik ook niet helemaal vrij uit. Maar goed, nogmaals wat ik zeg. Volgende week schep je er bovenop volle 120%. Ja, hartstikke goed, lieverd. Ik ben in ieder geval blij dat je niet meer zo pijn in je knietje hebt. Want mama maakte zich er wel een beetje zorgen om, hoor. Ja, goed. Ik moet dat aangaat even een complimentje maken naar de boys van de medische staf. Vader van Sergio had van die Harry Potter pleisters bij zich. En ja, goed, ik was op tijd wedstrijdfit. Nee, en lieverd, moet je horen. Papa die stond met de andere ouders langs de lijn te praten. En die zagen je ook zo goed voetballen. En die zeiden, en dat zou wel heel erg gaaf zijn, dat je volgend jaar misschien wel naar de F1 mag. Nou, dat zijn jouw woorden. Ik focus me nu volledig op de F6. Kijk, F6 is een jonge ploeg met ambitie. Een ploeg waar veel rek in zit. En ik wil eerst hier een goede serie neerzetten, het linker rijtje halen. En dan zien we aan het eind van het seizoen wel waar of dat het schip strandt, denk ik.